en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik make-up testen van Nivea. Wie wist dat Nivea make-up had? Volgens mij ben ik de laatste die hierachter is gekomen. En ik ben hierachter gekomen door een van jullie die mij via Instagram een DM heeft gestuurd. En ik was echt in shock. Ik dacht echt, heeft Nivea make-up, joh? Dus ik heb gelijk besteld. Ik heb foundation besteld en een concealer. Er was als het goed is ook een primer, maar die kon ik niet vinden. Dus ja, whatever. Ik heb me gewoon gericht op de twee belangrijkste producten. En we gaan die vandaag testen. Ik ga ook een full day wear test doen. Dus ik hou de make-up de hele dag op en dan ga ik door de dag heen laten weten hoe het nog op mijn gezicht zit. En ik ben heel benieuwd, want ik hou van Nivea skincare. Hun originele crème is echt amazing voor like alles. Het helpt gewoon met echt alles. En ik heb een droge huid. Ik vind die crème echt super duper fijn. Dus ik word niet echt vaak teleurgesteld door hun. Dus ik ben heel benieuwd naar de make-up. Vaak als een skincare brand uitkomt met make-up is het niet echt je van het. Maar ik ben benieuwd. Ik ga er gewoon optimistisch in. Ik hoop gewoon het beste. En ik hoop gewoon dat het vandaag goed gaat zijn. Want ja, ik moet de make-up de hele dag ophouden. Dus ja. Maar goed, laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, mijn kat ligt letterlijk onder mijn stoel. Dus ik ben nou heel te bang dat als ik beweeg ik hem aanrij. Wie heeft ook een kat die in je kont zit? Echt jongen, hij zit heel dag gewoon in mijn reet. Laten we gewoon beginnen. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen, dagcreme, primer en that's it. Ik heb dus hier de foundation en ik heb de concealer. De verpakkingen zijn heel Nivea-achtig. Echt gewoon precies net als al hun andere producten. Ik ga dus eerst beginnen met de foundation. By the way, ik heb de producten gehaald bij de Kruidvat. Want ik had een bon voor daar. Maar ik zou adviseren, mocht je ze willen halen, haal ze bij Zalando. Want ze zijn daar letterlijk de helft goedkoper. Het scheelt echt veel geld. En dat is ook omdat het is een Duits merk. En Zalando komt ook uit Duitsland. Dus daar betaal je gewoon de normale prijs. Maar ik heb dus twee keer zoveel betaald. Maar ja, nogmaals, ik had een bon. Dit is de Nivea Hyaluron Cellular Filler 3-in-1 Care Cushion. De verpakking is echt gewoon precies als al hun andere producten. En zo ziet het er van binnenuit. Gewoon een kussen foundation. Ik ben heel benieuwd, want dit soort producten zijn vaak niet zo heel goed. Laten we het gewoon openen. Er staat heel veel informatie op de verpakking. Er zit ook SPF in. SPF 15. Er staat 24 uur hydratatie. Er zit hyaluronzuur in. Werkt vlekjes subtiel weg en benadrukt je jonge en stralende uitziende zelf. Dus wat ik hier uithaal is dat het echt hydrateert voor 24 uur lang. En het gewoon een hele frisse uitstraling geeft. Daar hou ik wel van. Ik heb een doffe huid. Dus ik hou ervan als iets mij een beetje laat stralen. Ik ben echt zo benieuwd hierna. Oh my gosh. Ik ben heel benieuwd vooral naar die 24 uur hydratatie. Want ja, dat is vaak niet. Het is nou 10:30 in de ochtend. Dus ik ga hem echt de hele dag testen. En het is 3-in-1. Overal staat 3-in-1. Maar wat is dan de 3-in-1? Oh, hier staat het. 1 is dus met hyaluronzuur. 2 is frisse huid. En 3 is werkt vlekjes weg. Ik weet niet precies hoe dat dan 3-in-1 is. Want 1 en 2 zijn letterlijk de same. Nou ja, whatever. Ik ga het gewoon aanbrengen. En hoe meer je aanbrengt, hoe meer dekking staat ook echt erop. Oké, genoeg informatie. Dit is hoe die eruit ziet. Gewoon net als hun skincare. Je hebt ook dit sponsje. Heel handig om ermee aan te brengen. En dan wat je doet is dat je hem zo hier openmaakt. Oh, wacht. Moet hij wel open gaan? Ja, hij is open. En dan zit hier het product. Ik gebruik dit niet. Ik gebruik gewoon mijn beauty blender. Ja, dit is geen echte beauty blender. Deze is van Real Techniques. Ik hoop dat de kleur goed gaat zijn. Welke kleur heb ik eigenlijk? Ik heb de kleur 02 medium. Het ruikt naar Nivea. Ik ga stuk. Het heeft gewoon hun originele geur. Dat vind ik wel fijn. Oké, jongens. Nou, dit is dan de before. Laten we het proberen. Oeh, dit geluid is echt heel satisfying. Oeh, de kleur is volgens mij echt goed. Beetje licht wel. Hij is wat lichter dan dat hij lijkt. Kijk deze kleur hier en kijk de kleur hier. Ja, godzijdank ben ik nou echt op mijn licht. Godzijdank heb ik niet gebruind, anders was hij echt te licht geweest. Hij is best wel licht voor medium. Dat is wel handig denk ik om te weten. Oké, ik zie hier dat het een beetje vlekkerig wordt. Dat het niet echt heel egaal aanbrengt. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar het blijft een beetje hangen op mijn droge plekken, zeg maar. Terwijl dit zou juist ideaal moeten zijn voor een droge huid, omdat het dus helemaal zo refreshing is en hydrateert. Ik wil jullie even goed laten zien wat ik bedoel. Kijk, zie je hier hoe het hier zo vast plakt en dit allemaal hier. Ja, het is niet echt toppie, jongens. Dat vind ik wel jammer. Het ligt niet echt heel mooi refreshing op de huid. Ik merk ook dat het best wel wat beweegt, wat rond beweegt. Het blijft echt zo een beetje liggen op de huid. Nee. Oké. Ik ga gewoon meer aanbrengen. Ik heb schijt. Misschien als ik meer aanbreng, dat het dan wat beter aanbrengt.
Weet je wat? Ik ga gewoon deze domme spons gebruiken. Waar is hij? Misschien dat hij dan beter aanbrengt. Hoe vast niet, maar we zullen zien. Oké, nee, dit haalt het er helemaal af. Want dit ding plakt, zeg maar, best wel. Dus dit ding is helemaal niet handig. Oké, nee. We gaan gewoon weer door met de spons. Misschien als ik een kwast gebruik. Jongens, ik ben echt mijn best aan het doen om er iets van te maken. Maar ja, online staat ook gewoon dat je het moet aanbrengen met een spons, niet een kwast. Dus ja. Oké, nee, dit ziet er echt niet uit. Oké, nou, dit is echt al een faal helaas. Had ik niet verwacht. Ik had eigenlijk best wel wat, ja, wat goede hoop. Nou ja, maakt niet uit. We gaan nu in met de concealer. Hopelijk is die beter, maar ja, alvast niet. Dit is de Nivea Cellular 3-in-1 Eye Care Concealer. En dit is dan hoe die eruit ziet. Zo'n witte pennachtig iets. Oké, deze heb ik in de kleur 01 Light. Ik ben gewoon gegaan voor Light. Ze hebben 3 kleuren. Maar ja, Light leek mij gewoon het beste. En er staat ook weer 3-in-1. Het geeft ook weer 24 uur hydratatie. Vermindert rimpeltjes. En heeft een dekkende formule dat donkere kringen wegwerkt. Voor een stralende look. Dus eigenlijk gewoon basically gewoon wat dit ook zou moeten doen. Maar dan gewoon ja, als concealer. Jongens, ik ben nou een beetje sceptisch geworden. We gaan het zien. Er staat ook op anti-aging. Oeh, zo'n zacht kussentje. Super zacht. Oké, dan moet je hier onderdrukken ofzo. Ja. Oké, het is wel echt een hele lichte kleur. Light is wel echt heel licht. Maar ja, dat had ik al kunnen weten. Hij voelt een beetje dunnig aan. Het voelt alsof hij echt geen dekking gaat hebben. Maar we zullen zien. Ja, jongens, het is precies wat ik al dacht. Er is echt geen dekking. Ik ga niet helemaal afkraken qua dat. Want misschien is het wel fijn voor de iets oudere huid. Want hij is best wel dun. Hij is niet zo dikkig. En ik denk dat sommige mensen dat wel zouden appreciëren. Maar voor de rest is echt nul dekking. Dus als je echt iets te bedekken hebt of wat dan ook. Dit gaat het gewoon echt niet doen. Ik ga iets meer aanbrengen. Zien of ik wat meer, ja, wat meer dekking kan creëren. Dat had niet heel veel nut. Ik vind wel dat het echt hydrateert. Dat wel. Dus dat klopt wel echt. Het is niet echt heel vreselijk. Maar ja, ook niet echt topje of zo. In ieder geval niet zo slecht als de foundation. Maar kon het beter? Jazeker. Ik vind het wel echt top dat het hydrateert. Oh, ik zie hier nog een foundation van hun. Nou ben ik daar wel echt heel benieuwd naar eigenlijk. Oh my gosh, op mijn neus is het er ook helemaal zo af aan het gaan. Nou jongens, dit is het dan. Ik ben niet echt onder de indruk. Nivea, je hebt me echt een beetje teleurgesteld. Ik ga me eventjes gewoon helemaal verder opmaken en dan kom ik zo bij je terug. Ik ben heel benieuwd hoe de rest van de make-up erop aanbrengt. Oké, mijn make-up is helemaal af. Ik heb een soort van naturel gehouden. Nou gaan er weer mensen zijn. Is dit naturel? Voor mij is dit naturel. Oké, dankjewel. Ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Sweet Tea Lip Pot, een loodje van Morphe. En een MAC lipstick in de kleur Velvet Teddy. Een van mijn fave nude lipsticks. Oké, de make-up. Een aantal dingen die mij een beetje opvielen toen ik me aan het opmaken was. Mijn gezicht is een beetje plakkerig. Die foundation en concealer, beide zijn een beetje plakkerig. Iets positiefs wat me opviel is dat mijn gezicht echt straalt. Ondanks dat ik het net niet helemaal zag. Mijn gezicht straalt echt meer dan normaal. Dus hij hydrateert echt en hij laat je gezicht echt stralen. Maar nogmaals, ik vind het niet mooi hoe het helemaal zo vastplakt aan mijn droge plekken en hoe het er een beetje allemaal zo een beetje afrolt en zo. Maar nu al met al aan het einde van de video vind ik het toch wel gewoon oké eruit zien. Ik heb niet het gevoel dat ik er nou echt lelijk uitzie of zo. En de concealer had wel iets meer dekking kunnen hebben. Dus voor nou is het allemaal een beetje moi. Vooral als ik het gewoon vergelijk met andere make-up van zelfs Essence en Catrice. Is het niet echt wowie, maar al met al, mijn gezicht straalt wel echt. Ik vind dat echt heel mooi. Het is nu 10:50 in de ochtend. Ik ga dus de make-up echt de hele dag oplaten. Er staat dat het 24 uur lang moet hydrateren en er gewoon goed uit moet zien. Voor mij moet het in ieder geval zeker tot 8 uur wel gewoon goed
beetje blijven zitten. En dan mag het wel een klein beetje minderen. Jongens, ik wil jullie ook eventjes de make-up laten zien in een normaal daglicht. En dit is dan hoe ze er nou uitziet. Het ziet er oké uit. Ja, heel mooi glanzend. I love it. Als je een vettige huid hebt, je gaat dit echt helemaal niks vinden. Want ik heb echt afgepoederd, maar nog steeds is er zo'n mooie glans. Ik vind het persoonlijk echt mooi. Maar ja, ik ben benieuwd hoe lang dit goed gaat blijven zitten. En ja, alleen die concealer is echt niet zo mooi. Kijk, hij dekt helemaal niks. Je ziet hier nog helemaal donker en zo. Maar goed, dat is dus voor nu hoe het eruit ziet. Oké, het is 21:30 s'avonds. Dus ja, basically einde van de dag. Ik heb mijn make-up nou echt al uren op. Ik heb letterlijk de hele dag binnen gezeten in huis. Ik ben niet eens naar buiten gegaan. Mijn make-up heeft niet eens hoeven strijden vandaag. En het zit er echt gewoon niet meer goed op. Ik had ook echt niks anders verwacht. Op mijn neus is het er letterlijk af. Je ziet gewoon hier zo, is het er gewoon helemaal af. Hier zit nog een beetje. Maar hier is het gewoon helemaal af. Mijn concealer creased. Hij creased eigenlijk al basically binnen een half uur. Dus deze creased helemaal. Hier ook. Hier iets minder. Hier wel heel veel. Hier is het ook helemaal gaan creasen. Mind you, ik heb geen vettige huid. Ik heb geen vettige oogleden. Ik heb geen vettige huid. En het is helemaal aan het creasen. I cannot. Ik zie ook dat mijn wenkjes er helemaal aan het afgaan zijn. Dat is ook iets wat nooit gebeurt. Dus dat houdt in dat de make-up eromheen vettig is. Dus ja, dat gebeurt dan ook. Nee, hier is het helemaal af. Hier is het ook gaan creasen. Hier, kijk op mijn neus. Ja, oh my gosh. Kijk dit hier. Oh. Ja, ik heb er echt nog het beste van willen maken. Ik heb echt mijn best gedaan, maar ik denk dat we met z'n allen kunnen concluderen dat, ja, this ain't it. Nou, dit was dan de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten. Let me know wat voor producten, collecties je nog meer zou willen zien op mijn kanaal. En kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. Alles wat ik vandaag heb gebruikt staat ook beneden in de beschrijving. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan kijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!